Oh! Holder de bolder! En welkom terug bij Splinter uw video! We zijn hier terug na uh, een kleine vijf maanden. Ja, is redelijk fucked up. Uh, ik ga uitleggen waarom. Ik heb daar niet echt een, een... Ja, ik heb daar eigenlijk wel een uitvlucht voor, want sinds dat, uh, de dood van mijn vader gepasseerd is, is er een soort uh, vlam uh, wakker geworden in mij, dat eigenlijk nog extremer is dan mijn vader zelf. Uh, de werkethiek en uh, de werkuren zijn niet normaal bij mij. Ik ga beginnen bij het begin. Uh, sinds mijn vader doodgegaan is, is het uh, een rare periode geweest. Ik ga niet zeggen dat uh, dat moeilijk is, want met emoties uh, kan ik redelijk rap en redelijk makkelijk omgaan. Ik ben niet helemaal zo. Ik zet negatief altijd om in iets positief. En dat is supergoed gelukt. En uh, ik denk, moest mijn vader dan nu zien, wat ik allemaal bereikt heb in dat jaar. En veel mensen denken dat ik totaal een nutteloze jongen ben, die niet veel kan. Maar daar zit je dus mis. Mensen denken van, ja, die maakt mongolische video's. Uh, ja, ik heb daar wel aardig wat centjes mee verdiend met die domme video's. Ja, en dat is nu niet om uh, de dikke nek uit te hangen. Nee, dat is gewoon zo. Dat wil ik even gewoon zeggen. Wat mensen denken. Dus ja, mensen denken gewoon dat ik niets in mijn mars heb. Dus... Normaal gezien zeg ik niets in mijn privé, zeg ik niets over mijn werk, uh, maar dat ga ik nu wel doen. Uh, aangezien dat mijn privé toch eigenlijk helemaal weg is, want vorig jaar, eind vorig jaar, heb ik mijn uh, adres online moeten zetten. Eigenlijk niet, maar ja, ik heb gezin en uh, onnodige kosten. Maar is wat, kijk. Uh, vijf maanden terug heb ik uh, een leuke jongen leren kennen. Ik ben niet homo. Nee, dat, <laughs> dat ben ik niet. Ik ben ondertussen ook getrouwd. Uh, dat weet ik eigenlijk nog niet als ik dat gezegd had tegen jullie. Ik ben getrouwd met Mino op 1 april vorig jaar. Fantastisch. Onze Anniversary is er bijna aan. Ja, Bijna één jaar getrouwd. Fucking allemaal. man het leven van snel. Dus vijf maanden geleden heb ik als leren kennen, heb ik mijn vijf freaks verkocht. Um, ja, en dan heb ik het eigenlijk te pakken gekregen met jong. Speciaal jong, leuke jong. Ben je een homo? <laughs> Uh, ik ben het aan Angelo een beetje beginnen helpen, want Angelo is een jonge ondernemer. Hij is tenslotte even ten oud. Uh, Lijkt mij daarom dat, dat we waarschijnlijk zo goed vrij komen, omdat we gewoon even oud zijn. En even gek. En de gek in de zin van. Uh, 9 to 5, dat, dat doen we. 0 to 24 doen we ook. Dus dat, dat is eigenlijk de hele dag dat we werken. Ja. Dus ik ben Angelo beginnen helpen met zijn autobedrijf. Het was al een uh, redelijk mooi autobedrijf. Maar ik heb zo de kennis achter de, achter de camera. En dat heeft mij eigenlijk ook aan hoog getrokken bij het bedrijf, voordat ik eigenlijk al nu bijna een drietal jaar werk. Ik ben begonnen in de carwash. En ik ben nu sinds kort, uh, sinds kort, al ben ik nu al een half jaar uh, in uh, de rol van manager. Social media manager, uh, gewoon in het algemeen manager. Ik ben begonnen in de carwash. Drie jaar geleden. Nou. Ja. Dus ga heilig je tegen mij zijn? what the fuck, dan de mensen die hele dag zitten te zeven tegen mij, dat ik alles in mijn schoenen krijg geschoven, dat alles voor niets is, dat geld geen probleem is, ja nee, geld is natuurlijk geen probleem in mij. Als je de klokken rondwerkt, als je zondag werkt, zaterdag werkt, heel de fucking week werkt, dan gaat geld nooit een probleem zijn. Als je ingesteld bent, like mij, en je wilt iets bereiken, en je gaat ervoor, en wat gebeurt er dan als je ervoor moet gaan? Moet je tijd opofferen met je familie? Moet je, zit je dus bijna nooit thuis? Dat is niet aangenaam. Dat is nu gewoon hoe dat in elkaar zit. Als je iets wilt bereiken. Tenzij dat je rijk geboren bent, dan is dat een ander verhaal. Dan, kun uh, moet je ook, kunt je ook veel bereiken, maar dan is de basis van het geldrol. Dat was bij mij niet. Ik heb, voor de duidelijkheid, ik heb, uh, ik heb geld geërfd. Maar met dat geld dat ik van mijn vader geërfd heb, ben ik eigenlijk letterlijk niets mee, want ik ben mijn vader kwijt. En daarbij al dat geld zit in zijn huis, waar ik nu in woon. Dus, na een paar maanden bij Oslo te helpen, heb ik dan voorgesteld dat ik ook in het bedrijf wou zitten. En dat ik samen met hem uh, wou helpen om het bedrijf een uh, super groot ambitieus bedrijf te maken. Ik zeg niet dat dat nu, nie, nu niet zo is, want hetgene dat hij neerzet is echt, uh, echt geflipt. Want ik zoek iemand die evenaard aan mijn... Uh, Visies en uh, werk, werkethiek. En dat is gelukt. Ik maak nu deel uit van Fastcars. Ik zit in het bedrijf. Uh, ik heb dus nu een derde job bij. Wat dat redelijk fucked up is. Want drie jobs, uh, ja. Maar <laughs> ja. tot nu toe lukt het. Het enige dat nu niet lukt, is de vierde job erbij. Dus ik heb mijn, uh, mijn werk bij het Oldtimer bedrijf, waar wij uh, auto's verkopen. Ik heb dan Fastcars. Heb TrueSlave, de webshop, die ook super, super lekker loopt. Via Instagram is echt de max om te verkopen. En dan heb je de vierde job, is eigenlijk YouTube. En ja, dat is een job van je verdient dat geld mee. Je bent zelfstandig, je moet BTW betalen, je moet belasting betalen. Fantastisch hier in België. En vier jobs is niet makkelijk. Ik zeg het u, dat, dat is geflipt. Dat is, je komt thuis, je zit niet thuis, want letterlijk, ik werk van, ja, deze week heb ik nu al heel de week van 6.30 uur tot vijf uur gewerkt. En dan van vijf uur... Uh, zit ik dan bij, bij fastcars. Tot, tot elf, twaalf uur. Ik heb letterlijk... Ja. Weinig ademruimte. Om dan nog andere dingen te doen. Maar Swat, dat is gelukt. Uh, juist, hetgeen dat niet lukt bij mij nu, is YouTube. En dat is... Ja, ik weet het Jordi, dat is geen excuus. Ja, dat is wel een excuus. Maar, kijk, we zijn zondag. Ik heb vrije tijd. Ik wil tijd vrijmaken om video's te maken. Want eigenlijk mis ik het wel... En zeker het aspect van humor. En van dom doen. En van geen limieten. En geen fuck geven wat aan de mensen denken. Want dat doe ik nog altijd. Maar uh, de computer daar achter mij. Uh, de computer waar ik alle OG-video's mee heb bewerkt. Die even te begeven. Ja, het, uh, ik heb nog een optie B. En dat is een laptop. Maar dat is een oude laptop. Die een oude laptop werkt niet echt fantastisch. Maar ik ga proberen die een video hier. Die een update-video. Proberen te bewerken. Ik weet niet als dat gaat lukken. Ik hoop het wel. Zowel als het lukt. Dan komt de video vandaag online. Het is echt... Een fucking druk jaar geweest. Ik denk dat mijn pa 344 dagen per jaar werkte. En ik denk um, dat ik hem zelf voorbij heb gestoken. Ik hoop het. En ik hoop dat als hij hierboven zit, dat hij dat ziet. Dat hij een beetje jaloers is. Dat ik hem inhaalde. Want daar gaat het nu tenslotte om. Hé. Vader en zoon, dat is gewoon een wedstrijd. Om ter best. Ik mag twee uur slapen per nacht. Dan nog, ik ben niet moe. Ja, ik ben s'avonds moe. Ik val goed in slaap. Ik slaap goed. Mijn vrouw zat waarschijnlijk wel horen, Mino. Dat ik goed snurk. But I get fucking shit done. Naar al die fucking haters. En al die misgunners. Want er is nog zoiets. Kijk, ik heb dus mijn 7-reeks. Mijn mooie BMW. Waar dat echt een, Letterlijk echt een van de droomwagens was. Van mijn leven. Heb ik verkocht. Omdat ik nu, ja, sinds laatst met Angelo. In de business zit omdat ik dan een kans zag dat financieel uh, super gunstig was, bla bla bla. Dat gaat nu niet om die zeven reeks en van, ja, ik wil tonen dat ik de zeven reeks verkocht heb en dat ik iets dikkers kan kopen. Daar ging het mij niet om. Als je voor het leven gaat en je hebt veel ambities en je werk, werkt heel veel, dan af en toe in het leven krijgt je kansen. Dat is hetzelfde met YouTube geweest, van 0 tot 180.000 abonnees. Dat is niet zomaar gebeurd. Die 0 tot 10.000 bloed zweet en tranen. En die 10.000 tot 180.000 met fucking ziel. Ja, met fucking ziel. Moeder en vader ertegen. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen van de van de, van de maatschappij tegen u, omdat je ja, extreme humoristische video's maakt met, met poppen en zo. En ja, mensen eh, snappen dat niet. Maar swat, dat is gelukt. Dus zeven x verkocht. Um, ik kan met trots mededelen dat ik iets van mijn bucketlist heb geschrapt dat ik dacht: van what the fuck, dat ging nooit lukken. Ik ben dus grote fan van BMW, maar bij BMW heb je dus bij de gewone normale auto's, want ik ben niet echt voor snelle auto's en zo, want dat boeit mij echt geen ene fuck, want ik ben niet zo Lamborghini minded. Uh, M2, M3, het is allemaal leuk, maar ja. Dus ik ben dus van drie reeks naar vijf reeks gegaan, van vijf reeks naar zeven reeks. En dan heb ik zeven reeks gereden. Het was een super fantastische auto, super veel opties, super luxueus. Maar ik vond niet echt dat auto meer was. Die auto, wat alleen assist, adaptive cruise control, verwarmd stuur. Uh, ik zat meer op mijn GSM achter mijn stuur. sturen uh, als ik op dat snelweg zat. Die auto stuurde praktisch vanzelf. Ik moest bijna niets zelf doen. Massagezetels, fucking tv. Het was niet hetzelfde als mijn vijf reeks. En dan nog beter als mijn driereeks. reeks Want met mijn driereeks reeks heb ik acht jaar gereden. Heb ik fantastisch mee, een fantastische tijd mee gehad. Jammer genoeg moeten verkopen, want, uh, ja, kast van een huis moeten kopen. Moeten kopen, letterlijk, want uh, stond op straat. Dus! Heb ik dus iets tegengekomen op mijn pad, samen met Angelo. Want Angelo had zoiets van, ja, kijk, ja, ik weet een dienst staan dat hij te koop staat, bla bla bla. Ik zag die foto. En ik heb direct. Binnen de twee seconden beslist om een 7 te verkopen en om die andere auto te kopen. Uh, jullie kennen mij wel voor uh, uh, impulsieve dingen te doen en uh, zo dingen uh, te doen zonder na te denken. Jordi heeft dus uh, geen klasse gekocht. Ja! En dan ben ik ben nog zo autistisch dat ik, uh, dat ik de kleur wil veranderen. En dat hij nu binnen zit in de spuiterij om helemaal kleuren kleur te veranderen. Ja, fantastisch. Uh, lekker kostelijk en al. Dus als je zo'n dingen kunt doen in het leven en je kunt van nul beginnen, is dat echt fantastisch. Dat is een kick. Dat is ja, like dat mensen zeggen dat is ondernemen. Maar eigenlijk is dat veel meer dan ondernemen, want dat is een hele ervaring in het leven. Ik weet dat het nu zo'n saaie video van maar er zijn zoveel dingen dat hun er niet weet achter de schermen. Lek like nu ook F fucking al man bij Gildehuis hier aan het verbouwen samen met mijn vrouw. Het kost allemaal tering veel geld. En bij mij moet het vooruit gaan. Ik wil niet twee, drie jaar aanslepen met dingen. Bij mij moet dat vooruit gaan. En dat is het probleem. En dan werk ik superveel. Wat dat ook fantastisch is. Maar nu is het gedaan met de preek. Ik heb mijn vader super trots gemaakt. En hij is waarschijnlijk meer dan trots. Hij is waarschijnlijk nu ook een traantje aan het laten als hij ziet wat ik allemaal aan het doen ben. Wat dat fucking geschift is. Wat ik eigenlijk ook zelf al verschiet dat ik het kan. We gaan beginnen bij het begin. De keuken staat er. Ja, dus de keuken is volledig af. Ik um, ben super tevreden van de keuken. Uh, super ruim. We hebben hier zo wat muurafwerking gedaan. Dat heb ik by the way zelf gedaan. Ja. Een Mooie oven. Fucking grote frigo. Een kookeiland met zo'n uh, dingetje in. Bla bla bla. Heel de plafond ligt eruit. De plafond moet herdaan worden. Ik heb een hondenkotje gemaakt voor de hondjes. De Harvey. We hebben. Um, Eigenlijk super veel gedaan. Daar liggen de andere hondjes. Het been a good time, Fuck yeah. Het is super goed gegaan. Fantastisch. Het enige probleem dat ik nu heb is uh, dat ik nu uh, uh, moet wachten tot eind volgende maand tot ik de G-klasse heb. Want die zit binnen in de carrosserie En hij wordt volledig herspoten. In, in het kleur dat ik wil. Dus uh, dat wordt even standen meten, Want nu rij ik rond met de Berlingo, de Zevenreeks is ze zo lang verkocht. Uh, was een was a good deal. Was een very nice deal. mag ik daar niet over klaar. Echt niet. En dat is eigenlijk pretty much waarom ik uh, eigenlijk niet zo lang een upload heb. Want ik heb dus echt tijd te weinig. Wat echt fucking kut is. En uh, ik zou graag meer uploaden. Ik ga dat ook doen. Allee, ik ga niet stoppen. Dat is niet de bedoeling. Dus uh, mensen gaan er wel gedenkt hebben. Omdat ik vier maanden, uh, maanden zo gezegd niet geüpload heb. Want ik had nogthans de smaak te pakken. Maar er is dan iets anders op mijn pad gekomen. Fastcars. En dat is dan, ja, of ja. En dan die computer die kapot is. Dat is ook een computer van 4000-5000 euro dat helemaal naar de tering is. Door een of andere hardwarefout. Ik denk dat het de moederplaat is, of de. Eh, het moederbord, of de. De processor die het beheven heeft. Ik weet het niet. Daar moet ik nog een keer een computerspecialist voor uh, laten komen. <laughs> maar wat je moet tijd maken, ook klapt er geen tijd, want zaterdag, zondag is werktijd. En maandag tot vrijdag ook. Eh, ja, ja, fantastisch. Nu even de marketing. Ik heb, <laughs> Ik heb een 40% korting met code G-Wagon. Ja, fuck toepasselijk, maar ik dacht van, ik wil het gewoon doen. Maakt me eigenlijk geen fuck uit wat dan de mensen denken. Um, every goddamn penny I earned myself. Yes. Tilly Tubbyordi doet dat zelf. Dus, uh, stay tuned. Uh, ik heb dus een concept in mijn hoofd van een Linda-video, uh, die een beetje uitdraait op de laatste video met benzine en zo, maar dan iets extremer. En uh, ik wil graag uh, die video deze maand of eigenlijk het beste volgende maand eigenlijk pas uitwerken, wanneer dat ik echt een mooi een mooie tijdgaatje vind. Dus ik zou zeggen: uh, bedankt voor het begrip. Uh, Kijkt je niet meer? Ja, dat is dan jammer. Uh, ik kan daar niet aan doen. Ik zit in een andere fase van het leven dat ik eigenlijk geen prioriteit meer kan stellen aan dingen die eigenlijk um, ja, veel te veel tijd in beslag nemen. En het is veel belangrijker om tijd uh, te steken in uh, de toekomst. En uh, YouTube is ook de toekomst. Ik zeg dat niet. Je kunt al, ja, bla bla bla. Maakt allemaal geen fuck uit. I love you guys. Thank you for uh, supporting. Papa gekeken Ik heb u verslaan. Ik heb uw u, u level ingehaald. Ik zit hoger, uh, op, uh, ik hoger, uh, op een hoger niveau dan nu. Dus jij gaat het nu omgekeerd moeten doen, hè. Moet ik mijn s'nachts nog een keer doen verschieten of zo. Ja. Zo'n deur dat toeslaat of zo. Of dat denkt dat hij s'nachts voor mij staat. Allemaal zo van die dingen. Of dat, dat ik, dat hem hoor roepen. Fucking weird. Maar ja, ik woon dan ook in zijn huis. Dat een beetje, uh, ja. Een beetje dubbel is, ja. <laughs> bye bye! Hold het bolder!